RKDO wint de derby bij Concordia. DHC niet langs BMT. En Westlandia geeft Kwik oorwassing. Dit en meer dadelijk na de reclame als we gaan terugblikken op het zondagvoetbal. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speel bewust 18 plus. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het doet goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen. Geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. Welkom bij Sir Winston. Een bijzondere gebeurtenis, een drankje op het terras of heerlijk bij ons dineren. Tot ziens bij Grand Café De Halve Maan naast Casino Rijswijk. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Weekend. Tijd om terug te gaan blikken op het zondagvoetbal. En terugblikken doen we weer met twee analisten. René Pas en Hans Verlaar. Heren, hartelijk welkom. Ja, we gaan gelijk van start, Hans, in de derde klas. Ja, want vierde klas hebben we niet meer op zondag. Alles tegenwoordig bij elkaar. VGS speelt thuis tegen Remo. Remo wint. Nou, die hebben een geweldige competitiestart. Ik denk toch dat VGS een beetje met de rem erop speelt. Hè. Ze zijn natuurlijk uit de bekercompetitie gehaald. Ja, dan het zwaard van Damocles hangt dan ook boven je in de competitie. Ja, ze moeten oppassen. Ik weet niet of ze met handrem erop gespeeld hebben. Maar ja, goed, ze kunnen zich op het ogenblik natuurlijk niet zo gek veel veroorloven. Wat de straf betreft van VGS, ik gun ze het allerbeste. Alleen op zich vind ik het wel bijzonder dat ze dan uit die bekercompetitie genomen worden. Je hebt daar twee gestaakte wedstrijden. Gebeurt je dat in de reguliere competitie? Dan word je eruit genomen en dan degradeer je. Dan is de impact vele malen groter. Dus op zich vind ik het een beetje een minimale straf. Niemand ligt er wakker van dat je uit die beker bent. Niemand ligt er wakker van dat je uit die beker bent. Nogmaals, ik gun VCS het allerbeste. Voor mij hoeft het niet. Alleen vind ik dat de KNVB daar op een rare manier met de strafmaat omgaat. Ze zeggen dan, de aanklager zegt wel van, we hebben de boete hebben we verdubbeld. In plaats van 100 hebben ze nu 200 euro boete gekregen. Ja, daar zullen ze wakker van liggen. Nee. Klopt inderdaad. In diezelfde klasse dan Malenstein tegen GSC Esdo. De eerste punten voor Malenstein. Ja, nou, toch netjes. Ik bedoel, Esdo is toch altijd een vervelende tegenstander meestal. En, ja. 2-0 is toch overtuigend en dat is wel leuk voor Malenstein. Ja, ja, je hebt nog een punt staan om te gaan kijken, geloof ik, naar die wedstrijd, hè? Ja, nou, ik was niet helemaal in de gelegenheid daartoe. Nee, goed. Wilhelmus tegen Toefaan in diezelfde klasse. Ja, Wilhelmus heeft al gezegd, de ene Oscar Laguna Burgos, voor ons geldt dit zo'n eigenlijk alleen maar promotie. Ja, dan sta je tegen Toefaan eens met 0-1 achter. Ja, die promotie, dat zal ze wel lukken. Ik denk dat ze in die kwalificatiepool dadelijk inderdaad gewoon naar de promotiepool verhuizen in die derde klas. Dus dat zal wel lukken. Ik denk dat ze daar ook wel een rol van betekenis gaan spelen. Alleen deze zege kwam heel moeizaam tot stand. Na een 1-0 achterstand kwamen ze in de tweede helft pas op voorsprong. En ja, dat was niet eerder dan dat nadat Toefan ook nog een rode kaart opgelopen had. Dus tegen 10 man kwamen ze op voorsprong. Ja. En uiteindelijk de beslissing in de wedstrijd, de 3-1, ja, die viel pas in de slotseconde. Dus moeizaam, maar toch eentje in de rug. De ploeg van Okkenburg had vorig jaar ook best wel een aardig team. Dat ze ook al beter speelden dan de seizoenen daarvoor. Dus het zou best wel eens kunnen. Dat zou kunnen. Goed, in de kwalificatiepool 2 zullen we maar zeggen. Ook, we hebben het nog steeds over de derde klas. René, Wanica start er in Erasmus. Een wedstrijd die helaas het einde niet haalde. Ja, nee. 3 keer rood bij Wanica start. Ja, dat is toch erg veel 3 keer. Hè? Want dan recht ga je niet redden natuurlijk. En ja, we hebben het al met de zaterdag over gehad. Het wordt toch een moeizaam verhaal voor de hele vereniging, denk ik, op deze manier. Grote nederlagen, strakende wedstrijden. Ja, het is wel triest een beetje. Bestuur is wat dat betreft dan even niet te benijden, denk ik. Dat denk ik ook niet, nee. Want die gaan zich toch achter de oren krabbelen. Hoe gaan we verder? Ja,
zeker weten. Goed, gaan wij naar de tweede klasse. Beginnen we in de tweede klasse D. Daar speelde Kerkpolder DVV Delft de derby tegen Wipolder. Delft voorseizoen gedegradeerd. Ja, het lijkt dit seizoen ook niet erg eenvoudig te worden. Ze krijgen nu Dick Klop. Ja, er zijn veel nieuwe spelers bij Delft gekomen. En dat is nog geen team. Het hangt als losstand aan elkaar. En ja, wat dat betreft is Dick Sloos niet te benijden. En is er heel veel werk aan de winkel voor hem. Een hele terechte grote overwinning voor Wipolder. En wederom was het Sven Paternot die 2 maal scoorde. Verleden week bij Rusland ook 0-3 geloof ik. Ja, verleden week ook al 2 goals gescoord. Dus die gaan met 4 goals in 2 wedstrijden een leuk seizoen tegemoet. Sian, detail was ook dat er een rode kaart uiteindelijk voor Delft ingetrokken werd op aanraden van een speler van Wipolder. Die aangaf, zo hoort het ook, hè? Die aangaf die dat het niet zo erg was dat het uiteindelijk leek. Zo hoort het ook, alleen ja, met deze stand is het ook wel iets makkelijk roepen. Maar ik ga ervan uit dat het met alle goede bedoeling is. Over doelpuntenmaker gesproken, Olivio, dat ging ook in 2D op bezoek bij Meeuwenplaat. Het werd in die wedstrijd werd het 6-8. Dus ik had nog gevraagd aan de trainer Jeroen Hoefnagel of die trainer was geworden van een korfbalvereniging. Ja. Zo'n uitslag die komt niet vaak voor me. 6-8. En het is toch misschien wel een wedstrijd geweest die een beetje gelijk opging. Want uiteindelijk 2 goals verschil, dat is niet echt veel mee zo'n wedstrijd dan. Nee, dan zou je al zeggen met zo'n wedstrijd het publiek is winnen, hè? 14 doelpunten. Ja, daarom. Die zie je niet iedere week. Goed, in de klasse Concordia tegen RKDO. Dat is een hele mooie derby, denk ik weer. Maar RKDO, dat deed het voorseizoen erg goed. Heeft heel lang meegedraaid. Maar begint nu toch ook weer sterk aan de competitie. Ja, en het is de tweede derby op rij die ze winnen. Verleden week wonnen ze al van Delft de derby. Nou, dus daar zijn ze waarschijnlijk goed in. Verleden jaar draaiden ze ook in de top mee. Ze zijn toch enkele sterkhouders kwijtgeraakt. Ja. Dus wat dat betreft is het heel goed dat ze op dit moment weer het oppakken. Gevierde man was daar Luc Groenbloed, kleinzoon van oud-Viers voorzitter Ton Groenbloed. Okay. Die zal er trots op zijn. Ja. Die met Rico's de gevierde man was. Verleden week had hij ook al 2 keer gescoord, dus ja, ook na 2 wedstrijden 5 goals. Nog eentje beter dan Sven Paternot, wat ik aangaf net. RKDO gaat denk ik weer een mooi seizoen tegemoet. En voor Concordia is het even slikken. Lekker begin voor Corné van Doorn in ieder geval bij zijn voormalige club. Voor Corné kan het al bijna niet meer stuk. Heeft hij wel nodig natuurlijk ook na een paar... Natuurlijk als trainer heb je dat ook wel eens nodig. Gaan wij naar de tweede klasse C. GDA speelt tegen Forre Holte. Ja, als je dan zegt van over trainers gesproken, Abdoul Assari, die had natuurlijk het seizoen graag anders willen beginnen. Ja, en daar hadden ze ook op gerekend een beetje inderdaad. Overigens, ook bij GDA geldt wel dat er heel wat spelers weg zijn gegaan en dat hij nu daarvoor aardig wat jongere spelers heeft. Dus de gemiddelde leeftijd is daar enorm gezakt, de kosttijd. Ja, natuurlijk niet zo gek veel routine waarschijnlijk in het elftal. Jonge jongens had je al verteld. Ja, alleen de resultaten blijven uit. En ja, dan wordt het toch kijken van wat gaat de komende week opleveren. Want dan gaat de sfeer natuurlijk ook nooit echt lekker als het alleen maar nederlagen worden. Dus het wordt wel tijd dat ze natuurlijk de bakens zetten en een keer de punten gaan pakken. Zeker eens weten. Een ploeg die het wel goed doet in die beginfase van de competitie. Aan de Van Hogenhoeklaan, de Dieput, HVV. André Wetsel nu de trainer. Spelen thuis tegen Esto. 2 wedstrijden speelt, 6 punten. Ja, de hand van Wetsel is waarschijnlijk al duidelijk zichtbaar. Een plan heb je ook gelezen. Ja, van de week gaf hij in de krant inderdaad aan dat hij niet meer werkt met spelsystemen, maar met spelprincipes die op elk spelsysteem dan toe te passen zijn. Hij praat over een nieuwe koers varen bij HVV. Wat dat betreft heeft hij een hele goede start die zijn visie onderbouwt. En dan zal hij ook een hoop medestanders krijgen, zowel in het team als bij de club. Dat zal ook iets te maken met meer verplichting van trainingen en trainingsbezoek, denk ik. Want dat was vorig jaar. Niet meer het vrijblijvende van, ik ben even een weekendje weg of zo. Nee, dat wil hij echt veranderen. Ja. En ze komen nu allemaal minimaal 2 keer trainen. Eigenlijk wil hij naar 3 keer toe. Ja, dat is wel eens lastig bij dat soort verenigingen natuurlijk. Nou ja, goed, die nieuwe koers is die inderdaad door de hele vereniging probeert die door te voeren. Ja. Dat zal van jongs af aan natuurlijk in de jeugd ook met dat idee opgegroeid worden van een bepaalde verplichting om te moeten trainen. Dat is mooi hoor. Maar goed, goede start voor HVV en zeker na het moeilijke jaar dat ze verleden jaar gehad hebben. Ja. Is het, het seizoen is nog maar kort natuurlijk. Je ziet het ook nu met Laakkwartier, 2 ploegen die uiteindelijk verleden jaar onderaan bungelden.
zich net ten nauwe nood gered hebben en gaan nu vier aan kop. Goede start. Goed, dat brengt ons in de eerste klasse B precies te zijn. Ja, Fuck deed het netjes tegen Spartaan 20, want die hadden vorige week toch dik gewonnen. En dan het is heerlijk als je nu de punten dan in eigen huis houdt. Ja, zeker. En Fuck vorige week hadden ze verloren natuurlijk. Ja, met Dosco. En nu die 3-2, want ja, Spartaan 6-1 overtuigend koploper. Ja, en als je dan met 3-2 eraf gaat, dan is het natuurlijk toch wel hosanna voor Fuck. En het is wel leuk voor Mark Moen en zijn mannen en voor de vereniging ook. Want ja, Fuck wil zo graag steeds maar hoger natuurlijk. En dat is na een aantal jaren nu eindelijk gelukt. En het is leuk als ze mee zullen kunnen draaien in die klasse. Goed, ze verloren vorige week dan inderdaad in Berg op Zoom bij Dosco. Datzelfde Dosco, dat haalt nu de 3 punten op in Wateringen bij Velo. Ja, op zich een beetje sneu voor Velo. De eerste helft was Dosco wel de bovenliggende partij. En had er misschien de tweede helft iets meer in gezeten. Velo wel diverse mogelijkheden gehad om op gelijke hoogte te komen. Maar ja, goed, feit blijft dat de ploeg van Verdullen met 0 punten uit 2 wedstrijden onderaan blijft staan. En dan inderdaad de pech hebben dat ze inderdaad niet weten te scoren. Het zal een moeilijk jaar worden voor Velo zondag. Maar goed, ik denk dat iedereen dat op voorhand al kon bevroeden. Ja, alles zit in geen nederlaag waar je helemaal wakker van gaat liggen. Nee, dit is, ze zijn de huidige koploper, Dosco. Ja. En wat dat betreft is het een verbetering ten opzichte van verleden week toen ze kansloos met 3-0 eraf gingen. Maar ja, goed, uiteindelijk de cijfers liegen niet. Ja, en wat René zegt, de sfeer is dan ook weer belangrijk. DRC, BMT, wedstrijd al op zaterdagavond gespeeld aan de Brasserskade. Nou goed, het was geen dringen. 150 toeschouwers heb ik begrepen. Ongelooflijk, hè? Wel een gelijkspel. Ja. En daar was DRC niet blij mee. Of althans niet gelukkig mee. Ze hadden meer gerekend. Ja, BMT is toch een goede ploeg gewoon. Ik bedoel, hoe je het went of verkeerd. Het is altijd lastig spelen tegen BMT. Kwalitatief goede spelers lopen. En DRC is toch een beetje uitgehold, denk ik wel. Het vorig jaar ook een heel moeizaam jaar gehad. Ja, en als er dan 150 mensen zijn, dat is natuurlijk geen entourage voor zo'n vereniging. Dat, de goede tijden van DSC, dat is altijd vol. En bedoel, dat is wel heel lang geleden natuurlijk met Guus Haak. Maar ik moet zeggen dat ik, het leefde kennelijk niet meer. Nee, je zou zeggen, zaterdagavond was het toch wel lekker weer. En dan, maar waarom naar zaterdagavond zijn ze gegaan? Nou ja, goed, er zijn er meer die proberen het ook een keer. Die zeggen van, misschien zaterdagavond is er weinig concurrentie. Dan komt men als vooral als het een beetje weer is. Voor het naseizoen is dat helemaal nog niet zo gek. Nee, dat is zo. Dat is zo. Dus je ziet het dadelijk bij RKV ook. Die hebben ook op zaterdagavond gespeeld. Alleen daar ook een handjevol toeschouwers. Ja. Zaterdag was nog redelijk weer. Als het weer dadelijk minder wordt, komt er helemaal geen sterveling. Ja, maar dan wil je ook niet op zaterdagavond gaan spelen. Nee, oké. Maar met de roep om weekendvoetbal en dergelijke. Ja, dan schiet het alleen maar op als je zaterdagmiddag speelt. 5 uur misschien. Want of zo. Als je zaterdagavond gaat spelen, zal dat ook niet succesvol zijn. Nee, zeker niet. Of dat dan de oplossing is. Dan heb je al weer concurrentie van de mensen die naar het voetballen gaan zitten kijken op televisie. Ja. Ja, we hebben het natuurlijk over, je had net over RKV. Dan gaan we gelijk door naar de hoofdklasse. RKV, ja, vooraf was er wel een klein feestje. Robin... Rico de Boer die speelde zijn 100ste wedstrijd in de hoofdmacht. Maar ja, na afloop natuurlijk treurnis, want lege handen. Ja, er had veel meer in gezeten. Puur een wedstrijd waarin de bal er niet in wilde. Trainer Mauricio Cicucci die kon nu wel tevreden zijn over de inzet en het vertoonde spel. Maar ja, goed, de bal wilde er niet in en de vroege tegenkool die bleek uiteindelijk ook op de scorebord aan het einde van de wedstrijd te staan. Dus verleden week tegen IFC was er een wanprestatie van RKV. Daar hebben ze zich heel goed van gerefranceerd. Alleen ja goed, nu staan ze alsnog met lege handen, maar goed, in ieder geval op een andere manier dan verleden week. Goed, mooie zaak om dat komend weekend recht te gaan trekken. Gaan we naar de derde divisie op de zondag. HBS speelt thuis tegen EVV. Ik had gedacht, HBS pakt wel een 3 punten, maar ja, weten weer niet te winnen. Nee, 4e gelijke spel al op rij, 2 keer verloren. En wat dat betreft, ze scoren natuurlijk heel erg moeizaam. Hè. Gisteren ook een beetje een gelukkige goal van Schaken, vond ik. Ja, en Marcel zegt ook al, het wordt toch weer een heel lastig jaar voor hun. Want het scorend vermogen is minimaal eigenlijk. Als Schaken niet speelt, dan scoort er niemand. Nee. En EVV, je kreeg nog de beste kansen eigenlijk, op het laatst ook nog. En ik moet zeggen dat ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen bij HBS. EVV zal blij zijn, moest dat hele stuk naar Limburg nog terug, dat je niet met lege handen weg gaat. Nee, goed, andere wedstrijd. Er was natuurlijk een mooie streekderby in de derde divisie. Westlandia op de hoge bomen tegen Kwik. Nou, ik heb het al gezegd, Westlandia geeft Kwik een oorwassing.
Ja, een hele grote klap voor Kwik. Ik denk dat ze na de overwinning van verleden week, de ruime overwinning van verleden week, misschien dachten het lek boven te hebben en weer in de een aanvang te maken met de flow waar ze verleden jaar het hele jaar in gezeten hebben. Maar ja, goed, ze zijn nu van de koude kermis thuisgekomen. Een dik verdiende overwinning voor Edwin Krunholz en zijn mannen. Ja. Dat kan denk ik als overwinning die eigenlijk voor rust al tot stand kwam. 3-0 hadden we met de rust, geloof ik. Ja, 2-0 dacht ik. 2-0. Ja goed, uiteindelijk bouwen ze dat de tweede helft heel professioneel uit naar 5-0. Ja. En ja goed, zijn ze eigenlijk niet in de problemen gekomen. Maar bij Kwik raakt me niet zo gauw in paniek. Maar geld is toch een uitslag. Die komt natuurlijk wel even aan deze week. Ja, want ze hadden natuurlijk nu toch hun vertrouwelijke vleugelverdedigers. Svieten de Blom en de rechtsback Chinnachu. Ja, en we hadden alle hoop eigenlijk van nu staat het huis weer een beetje. Maar ja, ze missen toch nog wel wat spelers ook hoor. En ja, ze kregen ook wel kansen. Boshoff kreeg een hele goede kans op de 1-1. Ja, en maar Saboni was natuurlijk de man van de wedstrijd daar. Hè? Die scoorde twee keer, lag twee assisten neer. Ja, en het waren prachtige goals, moet ik zeggen, van Westlandia. Want daar kon Puister niet zo gek veel aan doen. Goed, dat was een duidelijke uitslag. 5-0. Daarmee gaan we ook afsluiten. We hebben teruggekeken op het zondagvoetbal. René, Hans, bedankt weer voor jullie inbreng. Thuis bedankt voor het kijken. En wat dit programma betreft, graag tot volgende week. Tot dan.